L'idée de départ, c'est que aanvankelijk was het de bedoeling dat de gevangenen die naar het concentratiesysteem vloeien, vaak van kamp konden veranderen en dat in ieder kamp het voor hen opnieuw een transit kan worden. Bijvoorbeeld Buchenwald, de grootste kampen daar, kunnen transitkampen zijn en de gevangenen die doorhebben wat er gaande is, zullen dan ook begrijpen dat Buchenwald voor hen geen transitkamp mag worden, dus dat ze niet naar het kleinere kampje of naar de commando's worden doorgestuurd. Dus de tunnels, de grondwerken en dergelijke meer, waar het leven nog harder is dan in het grote kamp van Buchenwald. En dus om in dat grote kamp te blijven, heb je goede, vriendelijke, politieke relaties nodig. En dat is niet evident. Het eerste kamp, het eerste stemlager, mag dus, waar je als je daar terechtkomt, geen transitkamp worden. Hier hebben we het verhaal van de dagelijkse problemen in het kamp. Ik ga het vooral hebben over Auschwitz, waar de term transitkamp officieel bestaat. In de planning van Auschwitz in 1940 was het de bedoeling om één transitkamp te hebben en een quarantainekamp alvorens de mensen. Dus Auschwitz, een deel van het kamp, wordt besteed aan quarantaine en transit. Wat de quarantainekampen betreft, het zijn ook uiteraard per definitie transitkampen. Dus ik weet niet of u hier het kamp van Birkenau herkent en daar quarantaine voor de vrouwen. Parkingplaatsen. En hier de eerste reeks heb je quarantainekamp voor de mannen. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste zijn de kampen. Voor ons thema alleszins. De transitkampen, de Durchgangslager. Het eerste heb je hier. En dan heb je hier de commandantuur, een wegje, en dit noordelijke gedeelte, B3 genaamd, Mexico ook als bijnaam heeft. Oorspronkelijk was dat een kamp, een ziekenhuiskamp, dat werd omgebouwd tot transitkamp. Dit is een luchtfoto vanuit het jaar 1944. Hier heb je ook het ziekenhuis voor de mannen. Het zijn Zwitserse chalets, een soort van stallen, als je wil. En er zijn geen daken, geen vloerbekleding. In die transitkampen had je gevangenen vanaf de lente van het jaar 44, op het moment dat de Joden uit Hongarije massaal toestromen en het systeem het ritme niet meer kan volgen. Het exterminatiesysteem. Er zijn te veel, de toestroom is te hoog. En dus, omdat niet alle gevangenen gedood kunnen worden, moet je transitkampen hebben. In die transitkampen heb je geen immatriculatie. Dus officieel zitten ze nog niet in Auschwitz. Soms moet er weken gewacht worden op een immatriculatie. Dat leidde toch tot een zekere chaos. Sommigen hebben zelfs twee nummers.
de l'administration SS. En général, omdat de SS-administratie te lang gewacht heeft. De meeste die op dat moment zijn toegekomen hadden een A of een B en sommigen hadden dan de 2. En zo kan je wel zien hoe ze hebben moeten ronddwalen in die kampen. In het Mexico-gedeelte, in het noorden, heb je duizenden Joodse vrouwen die in erbarmelijke omstandigheden hebben moeten leven. De l'internement à Birkenau, où elle, in Birkenau, waar ze geïnterneerd waren, in lompen gekleed zijn, geen voeding krijgen, er geen water is, geen leidingen. We hebben heel nauwkeurige beschrijvingen van de mannen die hier lagen. In de keukensector waar je een rechtstreeks zicht hebt op de B3 sector, Mexico genaamd, en meer bepaald de verzetstrijders, een zekere Jules Frappon bijvoorbeeld, heeft een boek geschreven waarin hij het lot van de Joodse vrouwen in de sector B3 beschrijft. Het is werkelijk hallucinant. Begin oktober 1944 bleven er nog 17.000 vrouwen over en die worden getransfereerd naar deze sector hier dan, dit gedeelte. Sector B2C is dat. 17.000 Joodse vrouwen die in die sector terechtkomen. Nadien heb je commando's van de mannelijke zones die de verschillende Canadese barakken gaan ontmantelen. In de sector 2BC, waar je dus de naam transitkamp hebt voor de Joden van Hongarije, heb je bewakers, SS-bewakers, mannen en vrouwen die het kamp bewaken. En je hebt ook een aantal Joden die werkten. Oorspronkelijk, ze kwamen vaak van vrouwenkampen van Joodse, van Poolse origine. Die vrouwen die oorspronkelijk in staat waren te werken, werden daarna beschouwd als zijnde niet meer in staat. En dan heb je deze mensen die niet meer in staat waren om te werken of geacht werden naar de gaskamers gestuurd. Als die vrouwen in Birkenau in 1944 zijn aangekomen, in oktober 1944, had je twee meisjes, Anne en Margot, die naar Baden-Meisen werden gestuurd. Hun moeder zegt hen om in Birkenau te blijven. En men weet dat de moeder en de dochters in Baden-Meisen gestorven zijn of in Birkenau. Op het einde van de exterminatie van de gaskamers in november 1944, hier gedeelte B2C, dat werd afgebroken. Er bleven nog 1.156 Joodse vrouwen uit Hongarije over, die geïntegreerd werden in het vrouwenkamp hier, dit gedeelte hier, het zuidelijke gedeelte. En dan tenslotte de sector die je hier hebt, na het mannenkamp, waar eerst de Zigeuners werden geïnterneerd, die dan plaats hebben moeten ruimen voor de Joodse vrouwen vanuit Hongarije. Daar had je ook mannen die konden werken, die werden naar het Rijk gestuurd, in Sachsenhausen bijvoorbeeld. En tenslotte, in november 1944, had je dan voor de vrouwen van de sector hier. Bon, je peux pas mettre la. Donc du secteur B1A, donc de la partie
qu'on voit ici à l'est, sud-est du camp des femmes, in het zuidoosten van het vrouwenkamp, ont été transférées dans le secteur, dans l'ancien camp des Tziganes. En het waren vrouwen en kinderen die niet konden werken, niet arbeidsgeschikt waren en die in zulke staat waren dat de foto's die de Sovjets ervan genomen hebben in de sneeuw in januari 1945, dat echt afschuwelijk is om te zien. Een deel ervan heeft echter ook kunnen overleven. Alors, je vais ponctuer cette partie. Donc, ce sont des documents que vous avez dans les dossiers. Dit zijn de documenten die jullie hebben gekregen in de verschillende dossiers. Die werden overhandigd. We gaan die even doornemen. Ter illustratie van hoe de transfer-woordenschat telkens werd gebruikt. Het zijn documenten in de chronologische volgorde. Je zou ze in een andere volgorde moeten nemen, eigenlijk. Donc premièrement, donc c'est le document numéro 3. Eerst en vooral document nummer 3, waar je dus ziet dat de SS van Auschwitz een vrachtwagen naar Dessau sturen, waar dat er een fabriek is, recyclo B, en ze gaan 5 ton halen. Dat wordt gebruikt voor het herinstalleren van de Joden, in functie van de documenten, installeren of herinstalleren. En volgens het tweede document blijkt dat die herinstallatie ook specifieke behandeling heet. Uit dat document kan ik afleiden document qu'on voit ici, qui est un, begrijp ik état des effectifs de Birkenau et en particulier celui-ci, een aantal zaken, un peu moins lisible que le premier, mais qui est hoeveel mensen er waren. Wat frappant is, is dat je les entrants, donc y a des, de inkomende groep hebt, dus toestroom, Durchgangsjuden, Joden dus, Joodse vrouwen, die in transit zijn. En dan heb je dezelfde dag ook andere vrouwen die speciale behandelingen krijgen. De datum stemt overeen met transporten afkomstig uit Liechtensteinstad en Theresienstadt. En we kunnen hieruit afleiden dat de transitjoden in document van 4 oktober die toekomen in het kamp, dat dezelfde zijn als degenen die uitgaan voor de bijzondere behandeling. Dit is wat betreft het lezen en het begrijpen van dit document betreffende transit van 12 maart. Tweede punt. Camp de transit, nog altijd rond tussen het gebruik van de term transitkamp in SS-taal. Hoe dus de Duitsers, de centra waar de mensen werden omgebracht, bestempelden. Een brochure bestemd voor het onderwijspersoneel in Frankrijk. De Duitsers schijnen dus Einsatzlager Reinhardt te hebben gebruikt. En dat komt uit een document dat in het Holocaust Museum in Washington zit. Men zegt in het Engels dat de kampen van Sobibor en Treblinka Reinhardt-kampen werden genoemd. En de veronderstelling van de Amerikaanse historici n'est pas dans le texte de référence. Komt erop neer dat veronderstellen dat dat vernietigingskampen waren en dat dat de tempel was voor vernietigingskamp, ook al wordt het woord lager niet gebruikt in de Engelse versie.
bladzijde 9, bladzijde 35, zien we dat ze over Reinhardt gebruiken. Eerst was het naar het schijnt en dan wordt de bevestigende wijs gebruikt. En dat zien we vaak wanneer men op die documenten werkt rond dus de Endlösung. Dat is een Poolse brochure. Met een nogal eigenaardige titel, de Duitse nazi-kampen. Dat was dus omdat men dacht dat het de Polen waren die concentratiekampen, Duitse concentratiekampen hadden gebouwd. Het gaat om een Sonderkommando van de Waffen-SS met een benaming. Waarvoor nergens een bron bestaat. En ik denk dat dat van Gerstein komt. Maar in Belzec heeft hij het over een bureau van de Waffen-SS. Die is gelegen aan de weg naar Tomasov. En het gaat hem om het bureau van het Sonderkommando, SS-Sonderkommando. La direction des constructions. Dus de hygiëne, de directie van de bouwwerken. Maar in Belzec, een Treblinka, weet ik niet goed welke de organismen zouden zijn die van de Waffen-SS afhangen. Belzec, geloof ik, dus dat de benaming als in Sobibor, SS-Sonderkommando. L'affirmation ou les hypothèses, en dus de veronderstelling zou rusten op een getuigenis van Thomas Blatt, een overlevende van Sobibor. D'un panneau qui a été peint par un des arbeiters, un panneau blanc avec des lettres noires, SS-Sonderkommando Sobibor. Een van die arbeidsjoden, SS-Sonderkommando Sobibor. Alors, il désigne les hommes, on est sûr, parce qu'on a des documents, on a un document de Globotnik. We hebben dus documenten van Globotnik, waar men het heeft over SS-Sonderkommando. Désigne aussi le lieu, c'est une maar, question qu'on peut se poser. De plaats zelf mee bedoeld, du dat kan men veronderstellen. En de film van Gould, overlevende van Sobibor. Voit le film de Lanzmann sur Sobibor. En il a fait vraiment une film van Lanzmann over Sobibor. Un décor étonnamment exact. Du camp de Sobibor, heeft donc, dus een, il est très d'accord avec ce que je dis là, samenstelling gemaakt van de film en tout cas, Lanzmann over Sobibor. En tout cas, on ne trouve pas l'indication de camp de transit. We vinden nergens een aanwijzing dat het om een transito-kamp zou gaan. Pour résoudre une question qui en dus om een vraag op te lossen, terwijl die vraag eigenlijk reeds een oplossing te hebben voor het probleem hoe de Duitse de centra benaamden waar de mensen werden omgebracht. En als we kijken welke de SS-terminologie is voor de verblijven in plaats waar mensen worden omgebracht. Treblinka, Auschwitz en de andere. En dat in de film van Zoa, een interview van een kampbewaker, Kapnische van de Inspapo Oesler, een van de adjudanten van Hus. En men zegt, je bent in een transitokamp, we hebben dus ambtslui nodig, schrijnwerkers, verpleegster, kleermakers. En ze vragen wie kleermaker wie is. En ze zeggen, ja, heel goed, we hebben dus werknemers nodig. Maar vooraleer jullie uit dit transito-kamp gaan, moeten jullie ontkleden, moeten douchen nemen. En Philip Müller zei dat Auer Meijer naar de andere SS'en draait. En hij zegt, voilà, doe of handel op die manier. En dat is de methode. En die wordt overal op dezelfde manier toegepast in 1942.
En we hebben dus de getuigenissen die zijn ook boven komen drijven tijdens processen na de oorlog. Waar Vidal Naquet zei, het was een schijn, een proces vaak, maar de rechters hebben toch goed gewerkt voor de geschiedenis. Maar we hebben daardoor een heleboel inlichting gekregen over hetgeen gebeurde in de dodenkampen. Karlsruhe en Belzec. In de presentatie van mijn uiteenzetting zijn de namen vermeld. En in Sobibor zegt een van de SS'ers, een sergeant, die heeft dus helemaal niet, Hermann Michel, heeft helemaal niet de graad van de SS in Auschwitz. En die lijkt dus heel duidelijk, meneer de prediker, u zit in een transitokamp, we hebben werknemers nodig. En ja, het draait wat om de pot. Jullie worden naar Oekraïne waar wij een autonome Joodse staat gaan oprichten. Of hij zegt, jullie vertrekken naar Palestina. En dan een getuigenis van een ander SS op dat proces van de bewakers van Sobibor Hagen. Een proces van 65. En daar zijn voldoende getuigenissen dat de gevangenen in hun handen klapten omdat zij zo opgelucht waren en blij waren met hetgeen ze hoorden. En Himmler zelf heeft dan de term transitokamp gebruikt. En de transcriptie en de vertaling ervan. Het gaat hem om een brief van Himmler, gericht aan Paul, die het hoofd is van het centraal bureau van de economische dienst van de SS'ers, die zich bezighouden met de concentratiekampen en alle financiële aspecten ervan. En Himmler vraagt dat het transitokamp van Sobibor zou opgedoekt worden om daar een concentratiekamp op te richten dat dus moet dienen om de munitie die men neemt of afneemt van de partisanen te vernietigen. We hebben dan een interview van Novotnik. Hij staat aan het hoofd van VVHA. En zijn mening over die vraag. En Paul antwoordt: we gaan natuurlijk uw bevelen uitvoeren. We zullen dus in Sobibor dat kamp oprichten om de munitie onschadelijk te maken. Maar we zullen ook het transitokamp in stand houden. Misschien heb je het boek gelezen met de correspondentie van Himmler en zijn echtgenote. Heinrich Himmler, d'après sa correspondance avec sa femme, Michael Wild et Karine. C'est un livre de Michael Wild. Cette correspondance a un intérêt limité. Une correspondance heeft een beperkt belang, maar tussen de familie Himmler en de familie Paul is men zeer intiem. Paul en Himmler kennen elkaar en ze zijn dus heel nauwe vrienden. En ook met Novotnik, dat zijn ook vrienden, oude vrienden. En men kan dus moeilijk zich inbeelden dat Himmler een voorstel van Paul en Novotnik zou hebben geweigerd. Gezien de intieme vriendschapsband tussen die drie familie. Presentatie van documenten en de traces
En dus presentatie met die documenten, met verwijzingen, met aandringen, dat transitokamp eigenlijk door de kamp betekent. En mijn conclusie is dan ook de volgende. L'expression camp de transit, de uitdrukking transitokamp is dus een centraal element van de SS-leuze. Voor de gaskamers is er geen technisch probleem. In Auschwitz gebruikt men Zyklon B om de kleren ook te ontluizen. Maar het probleem is dat de mensen in die zaal binnen moeten geloodst worden. En om dat te bereiken moet men de mensen iets voorliegen. En men moet dan maar een geschiedenisje, een vertelseltje op dissen. Ze zijn in dergelijke verwaarde toestand dat ze daar willen in geloven. Maar soms volstaat dat niet, lukt dat niet. En de documenten rond Zyklon B die kunnen heel eigenaardig lijken. Waarom wordt in administratieve documenten openlijk over Zyklon B gesproken voor de speciale behandeling? We hebben nog andere documenten waar Heus, de commandant van Auschwitz, het heeft over het transitokamp. We hebben ook nog andere waar Heus vraagt dat er vrachtwagens zouden worden geleverd voor de overheveling van de Joden. On peut penser que Heus a compris que si en des camions men kan denken dat Heus begrijpt dat wanneer hij vraagt om vrachtwagens voor een gewoon vervoer, dan krijgt hij ze niet. Als het om reinstallatie te gaan, dan krijgt hij ze wel. Omdat het neerkomt op het vermoorden van mensen. En de Duitsers hebben ook niet zoveel Zyklon B nodig om mensen om te brengen. En zo gezegd hebben ze dat ook nodig om tegen de tyfusepidemie te keer te gaan. En als men een vergelijking maakt, de SS in Auschwitz kunnen niet die epidemieën bestrijden. En ze gebruiken dus Zyklon B. En ze willen niet dat het zou bekend worden dat ze die tyfusepidemieën niet aankunnen. En ze willen ook die Zyklon gebruiken. En ze hebben het over Joden, waar er eigenlijk geen reden is om over Joden te praten. En dat heb ik vastgesteld. Dus de SS'en verbergen ook niet waar ze mee bezig zijn. En ze aarzelen niet om in nogal duidelijke termen te spreken over zonderbehandeling, traitement speciaal, bijzondere behandeling, stemt overeen met geen installatie. En soms wijzen er ook op dat ze behoefte hebben aan Zyklon B om de tyfus te bestrijden, niet om mensen te doden. En in de laatste documenten, de laatste brieven van Himmler en Paul, rond een bepaald aspect van de operatie Reinhardt, l'idée dominante, c'est que les dominante idee is dat de Duitsers het voornemen hadden om Treblinka en Sobibor op te doeken en te laten verdwijnen. En er zijn dus daar opstanden geweest, die hebben tot niets gediend. Want sowieso zouden die kampen gesloten worden. En het is dus een veronderstelling die in feite is geworden, want ze hadden dus het plan opgevat om Sobibor te sluiten, op te doeken. En er is dus een boek verschenen rond de revoltes van Joodse mensen in de uitgeving Kimé.
En waaruit blijkt dat er niet maar één enkele manier bestaat om de revoltes te benaderen. En wat Sobibor betreft kan men het volgende lezen. 14 oktober 43, Sobibor. En dus 320 gevangenen kunnen ontsnappen, maar worden allemaal teruggevat op 3 na. Het gaat om een massief en algemeen fenomeen. En ik ben leraar geschiedenis, geen historicus. Wel, de Russische krijgsgevangenen zijn Joden, want er zijn geen niet-Joden in Sobibor. En van waar komen nu die cijfers? Isaac Sarab, die dus een Israëlische historicus is, die zegt 300 ontsnapten. Waarom 320? Isaac Arad zegt dat men het juiste aantal overlevenden niet kent. Isaac Arad zegt meer dan 30 overlevenden. Van waar komen die cijfers? En de auteur die houdt alleen de ontsnapping. Maar niet dat de revolte, het ontwerp van Niemeyer, heeft doorstreept om een concentratiekamp op te richten in Sobibor. En verder dus de gaskamers laten functioneren om mensen om te brengen. Als we nu gaan kijken welk het gebruik is van de documenten binnen die dodenkampen, ook in Auschwitz, namelijk in verband met de werking van de gaskamers. Maar er zijn documenten van de dienst bouwwerken in Auschwitz die veronderstelling komen ondersteunen. En wanneer de gevangenen dan vertrekken uit de transitokampen, dan verdwijnen zij niet uit de geschiedenis, maar we hebben hier vandaag al heel wat juiste zaken gehoord over Westerbork, Mechelen, Boon-la-Hollande. En we kunnen dus diezelfde historie verder volgen tot in Auschwitz, tot in de gaskamers. Dank u.